We hebben gezien dat er in tijdvak 8 in die industriële samenleving een klassenmaatschappij ontstaat. En sommige klassen hebben beter dan andere klassen, bijvoorbeeld op het gebied van politieke inspraak. Daarover gaat deze video, daarover gaat democratisering. Het kenmerkend aspect is voortschrijdende democratisering met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. Oké, we gaan dus kijken hoe steeds meer mensen invloed krijgen op de politiek, maar dat heeft dus ook weer met die klassensamenleving te maken en het is dus ook een sociaal iets. We zien democratisering in heel veel landen voorbij komen in Europa. Ik pak er even eentje uit, ons eigen land Nederland. Ik had bijvoorbeeld ook Engeland kunnen pakken, want daar zag je ook eenzelfde soort democratiseringsproces. Maar goed, het principe is hetzelfde. Dus we blijven even bij Nederland. En we gaan eerst weer even snel terug naar tijdvak 7, die tijd van die democratische revoluties. Daar zien we ook al het woordje democratie in zitten, inspraak van het volk dus. En in die democratische revoluties zie je dat de bevolking meer inspraak krijgt. Dat gaat ten koste van die macht van die absolute vorsten. Maar, zoals we eerder ook al zagen in tijdvak 8, na de tijd van Napoleon, na 1815, zien we eigenlijk weer restauratie van de macht van die vorsten. Overal komen weer de oude adellijke en koninklijke families aan de macht. En de inspraak van de bevolking, die wordt weer beperkt. De meeste mensen vinden dat dan overigens prima, want die revolutionaire tijd en ook die Napoleontische tijd is een heel erg onrustige tijd geweest. En waar die autoritaire vorsten weer voor zorgen, is in ieder geval voor rust en duidelijkheid en orde in het land. Dus daarom zie je dat ook veel mensen in eerste instantie het niet eens erg vinden dat ze weer minder te zeggen hebben in de politiek. Maar goed, we gaan eens naar Nederland, had ik al gezegd. En daar zien we dus dat de zoon van de laatste stadhouder de eerste koning van het Koninkrijk der Nederlanden wordt. En dat zie je hier. Nederland, België en Luxemburg bij elkaar. Dat is op het congres van Wenen beslist. En dat Koninkrijk der Nederlanden is een zogenaamde constitutionele monarchie. Het is een land met een constitutie, een grondwet. En het is dus een land met een koning, een monarch aan het hoofd. Dat is Willem de Eerste. En die regeert dus als zo'n ouderwetse autoritaire vorst. Hij probeert zoveel mogelijk als een absolute, in ieder geval wel een verlicht absolute vorst te regeren. Hij kan bijvoorbeeld het parlement, dat wel eens blijven bestaan, kan hij zomaar ontbinden, kan hij uit elkaar halen als hij dat niet wil. Hij kan ook de ministers benoemen en hij kan ze ook weer ontslaan als ze niet doen wat hij wil. En hij kan dus alleen maar vrienden van hem aanstellen bijvoorbeeld. En bovendien kan hij ook nog gewoon zelf wetten aannemen. Die heten dan geen wetten, maar zogenaamde koninklijke besluiten. Daar heeft hij helemaal geen toestemming van niemand voor nodig. Dus die koning Willem I heeft in Nederland behoorlijk wat macht. Is dat eerlijk? Nou ja, het is in ieder geval niet democratisch, want de bevolking heeft heel weinig inspraak. En dat blijft zo in Nederland en dus ook in andere landen tot het jaar 1848. Dat is een jaar waarin er grote veranderingen plaatsvinden. Het is een revolutiejaar. Hier zien we overigens op het kaartje dat ondertussen België zich ook al heeft afgescheiden van Nederland na de Belgische opstand. En het zijn dus twee aparte landen geworden. Maar goed, er zijn nog veel meer opstanden in Europa en zeker dus in dat jaar 1848. Het is een hongerjaar namelijk, de aardappeloogsten mislukken al een aantal keer achter elkaar. En dan komt de bevolking in Parijs en bijvoorbeeld in Berlijn en ook in Wenen in opstand. En dan begint koning Willem II, die koning Willem I heeft opgevolgd, ja, zich toch achter zijn oren te krabben. Want ook in Nederland is er onvrede en ook in Nederland is er honger. En hij is bang dat er ook in Nederland een opstand zal komen. En daarom besluit hij om Johan Rudolf Thorbecke in te schakelen. Dat is een liberaal kamerlid en hij vraagt Thorbecke om een nieuwe grondwet te schrijven. Thorbecke had dat al een aantal keer gezegd. Hij wilde heel graag een meer liberale grondwet. En voor de ideeën van het liberalisme verwijs ik even terug naar die video die daarover gaat. Nou, waar komt Thorbecke dan mee? Zo was het systeem dus. Hij zegt dat is niet eerlijk, dat mag niet, dat moet anders. En hij gaat een nieuwe liberale grondwet schrijven. Hoe ziet dat eruit? Nou, eerst die koning. Heeft hij nog macht? Ja, wel degelijk. Hij blijft lid van de regering, maar hij wordt tegelijkertijd onschendbaar verklaard in die nieuwe grondwet. Dat betekent dat de koning nooit meer aan kan worden gesproken op een wet die de regering heeft gemaakt. Wie moet er daar voortaan dan op wel worden aangesproken? Wie zijn daar verantwoordelijk voor? Dat zijn de ministers. Die krijgen zogenaamde ministeriële verantwoordelijkheid. En dit is een heel belangrijk punt. Want als de ministers verantwoordelijk zijn voor het maken van een wet en voor het uitvoeren van een wet, dan betekent dat automatisch ook dat zij daar veel meer de baas over zijn. Dat ze dus veel meer invloed erop hebben. En zo wordt dus eigenlijk door het invoeren van die ministeriële verantwoordelijkheid de macht bij de koning weggehaald in de regering en die wordt bij de ministers gelegd. Hoe zit het dan met het parlement, de volksvertegenwoordiging? Nou,
die wordt verdeeld in een Eerste en een Tweede Kamer, dat was al. Maar de manier waarop die gevormd worden, dat gaat nu anders. Eerst kon dus de koning zomaar mensen benoemen in het parlement. Nu wordt die Eerste Kamer gekozen door de leden van de Provinciale Staten. En die leden van de Provinciale Staten, die worden gekozen door middel van verkiezingen. En die Tweede Kamer, ja, die wordt rechtstreeks gekozen door de burgers met censuskiesrecht. En daar ga ik dadelijk even verder op in, wat dat precies is. En die Tweede Kamer die mag overigens ook nog ministers ontslaan. Dus daarmee krijgt het parlement, die volksvertegenwoordiging, echt macht. En daarmee krijgt het volk dus eigenlijk ook macht. Zij mogen voortaan de Tweede Kamerleden direct kiezen. En op basis van die verkiezingsuitslagen worden ook de regeringen gevormd. Dus de bevolking krijgt nu steeds meer inspraak. Nou, Thorbecke ziet bij die grondwetswijziging ook nog kans om een aantal andere liberale ideeën in die grondwet vast te leggen. Er komen nieuwe vrijheden, zoals bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van vereniging en vergadering. Oké, dus we hebben een liberale grondwet in ieder geval, maar de vraag is nu, hoe democratisch is die grondwet eigenlijk? Wie mag er dan kiezen? Wie mag er dan stemmen? En dan komen we terug op dat woordje censuskiesrecht. Want is er bij censuskiesrecht sprake van democratie? Nee. Wat is censuskiesrecht dan precies? Census betekent grens. Alleen mensen die minimaal een bepaald bedrag aan belasting betaalden, die mochten voortaan stemmen, die hadden kiesrecht. Betaalde jij minder belasting, dan mocht je dus ook niet stemmen. En nogmaals, is dat democratisch? Nee, niet bepaald. Want als we weer die bevolkingspyramide erbij pakken van die klassensamenleving, dan zien we hier die drie klassen. En wie mocht er dan stemmen na die grondwetswijziging van Thorbecke in Nederland? Dan was dat slechts dit gedeelte. Een klein gedeelte van die gegoede burgerij. Die waren rijk genoeg, die betaalden genoeg belasting. En je ziet, ik heb het ook precies doormidden gedeeld, die gegoede burgerij. Het waren alleen mannen die mochten stemmen. Vrouwen hadden sowieso geen kiesrecht. Nou, en in de loop van de 19e eeuw, in de tweede helft van de 19e en begin van de 20e eeuw ook, zien we dat het kiesrecht langzamerhand uitgebreid wordt. En dat noemen we ook wel democratisering. Democratisering is dus de groei van de invloed van de bevolking in politiek en samenleving door uitbreiding van het kiesrecht. Want na 1848 mag dus slechts een klein gedeelte van de bevolking stemmen, alleen mannen uit de gegoede burgerij. Maar vanaf 1870 zie je dat er bewegingen opkomen die daar veranderingen willen zien. Zoals bijvoorbeeld de links-liberalen, de vooruitstrevende tak van de liberale stroming. Die willen graag uitbreiding van het kiesrecht, zodat meer mannen inspraak krijgen in het bestuur. En ook de socialisten, die opkomen voor de arbeidersklasse, die willen graag dat het kiesrecht uitgebreid wordt. Want dan wordt er ook rekening gehouden in het bestuur met die belangen van die arbeiders. En dan zie je dus dat door middel van een aantal grondwetswijzigingen het kiesrecht langzamerhand uitgebreid wordt. In 1887 bijvoorbeeld wordt de grondwet gewijzigd, waardoor het kiesrecht kon worden uitgebreid. Toen kwam iedere man met bepaalde kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand voor het kiesrecht in aanmerking. Nou, in 1896 is dan de kieswet uiteindelijk echt aangepast. En dan zie je bijvoorbeeld dat behaalde diploma's, het bezit van een huis met een bepaalde waarde, een minimumbedrag aan spaargeld of een bepaald inkomen de voorwaarden voor het kiesrecht zijn. En je ziet, steeds meer mannen mogen dan stemmen. Maar goed, dat zijn dus nog steeds alleen mannen. En dan zie je dat vanaf 1900 ook het feminisme echt op gang begint te komen. Vrouwen die gaan strijden voor kiesrecht. Zij willen emanciperen, zij willen gelijke rechten en het kiesrecht is daar een heel belangrijk punt bij. Pas in 1917 hebben de feministen succes en boeken ook de linksliberalen en de socialisten succes. Dan is de zogenaamde pacificatie, vredesluiting op een aantal belangrijke politieke onderwerpen in Nederland. En een van die belangrijke politieke kwesties, dat is dat kiesrecht, die uitbreiding ervan. Wat gebeurt er in 1917? Er komt algemeen mannenkiesrecht. Iedere man mag op dat moment stemmen in Nederland en er mag ook op hem gestemd worden. En er komt passief vrouwenkiesrecht. Vrouwen mogen nog niet zelf stemmen, maar ze mogen wel gekozen worden. Nou ja, als er dan een jaar later de eerste Tweede Kamerverkiezingen zijn, dan wordt er wel geteld één vrouw in de Tweede Kamer gekozen. Dus dat schiet nog niet echt op. Maar de feministen hebben in ieder geval iets bereikt. En een jaar na die Tweede Kamerverkiezingen in 1919 wordt de grondwet nog één keer gewijzigd op dit gebied. En dan is er sprake van algemeen vrouwenkiesrecht. En daarmee is de democratisering in Nederland voltooid.